Tweelingen. We gaan kijken voor komende periode voor het sterrenbeeld tweelingen. Dat doe ik met de tarot van de herstelde orde. En met Lennemandek van de Gilded Rivera. En ik spreek het helemaal verkeerd uit, maar dat maakt niet uit. Tips en dergelijke zijn natuurlijk ook welkom. Dit is helemaal nieuw om sterrenbeelden video's te maken voor jullie. Dus het zal nog heel veel schoonheidsfoutjes hebben. En geef me gerust tips en do's en don'ts. Zodat ik daar mezelf alleen maar in kan verbeteren voor jullie. Om een nog betere video te maken de volgende keer. Dan gaan we nu even de Lennemand schudden. Dat zijn deze mooie kaarten. Deze mooie kaarten die hebben altijd een donkere kant en een lichte kant. Hier zie je de donkere kant. Hier zie je de lichte kant. Hier zie je het ook overduidelijk. Donker, licht. Nou, ik ga deze kaarten even schudden. En dan gaan we even kijken wat daarin beide naar voren mag komen. Zo, dan ga ik nu de tarot uitleggen. Oké, dan trekken we het vieren. Bekerstien, de priesteres, de hoge priesteres. Zwaarden, aas van zwaarden. Bekers... 9, zeg ik het 1, 2, 3, 4, 5, bekers 7, ik zeg het helemaal verkeerd. Dit is een ander deck, normaal is bekers 9 uit mijn hoofd, dacht ik. De wereld, het laatste oordeel. Dan trekken we staven 9. Dan trekken we de intuïtie. Dan trekken we het universum. En dat is heel erg leuk. En de zegenwagen. Zo, tweelingen. Ja, je hebt een mooi vooruitzicht. Dat is zo leuk met de tarot uit de herstelde orde. Dat is van de gebroeders van Leeuwen. Die hebben bijvoorbeeld de intuïtie erbij. En die hebben de waarheid erbij. En nou ja, dat dus in ieder geval. Hier trekken we de maan op dezelfde positie. Lennemand leg ik er overheen. Ter controle, ter bevestiging, maar ook ter verdieping en ter verbreding voor het gehele verhaal, tweelingen. Eens even kijken, het boek. De toren, ik leg dat boek even hier neer. Ik laat straks toch alle kaarten zien die ik überhaupt trek. En dan de ster. Nou, we beginnen met deze hele stapel vanuit de positie waar het eigenlijk omdraait. Je hoort de hond even snurken op de achtergrond, maar goed. Die slaapt in ieder geval lekker. Hier draait het om en dit komt er nog bij. Dus dit is een beetje waar nou de hele legging om draait. Wat de basis is van hè, en het uitgangspunt is. En dat is eigenlijk liefde, vieren. Je ziet hier eigenlijk het gezin. Je ziet hier de... Ik laat hem even wat dichterbij zien. Je ziet hier het gezin met de kindjes. Zie je hier. Dan zie je alle bekers staan overeind. En bekers staan voor stromen van alle soorten emoties. En al die emoties die zie je dan weer terug in de regenboog. Daar zie je ook alle chakra-kleuren zeg maar, naar voren komen. Maar die staan dus echt voor het vieren, de boog, hè, de vredesboog, de feestboog. Alles is koek en ei. Alle bekers staan overeind. Alle emoties kloppen, tweelingen. En... dat is eigenlijk, om het compleet te maken, zie je hier de hoge priesteres liggen. En die kruist eigenlijk het vieren. Dat heeft met ingevingen te maken. Dat heeft met zuivere intuïtie te maken. De hoge priesteres, zoals iedereen best wel weet, we hebben allemaal donker en licht in ons. Hier zie je ook die donkere pilaar. Hier zie je de lichte pilaar. Ze zit op de troon. Ze heeft dat blauw om. Blauw is de kleur van de bescherming. Zoals ook Maria... De moeder van Jezus dat blauw heeft hè, ter bescherming. Maar koningsblauw is ook bescherming. Dat is al heel oud eigenlijk, hè, dat blauw. Ze heeft allemaal perkamentrollen in de armen. Ze draagt het kruis. Ze heeft hier de kroon op. Als je naar zo'n kaart kijkt, kun je daar zoveel symbolen uithalen. De hoge priesteres staat voor ingevingen, intuïtie, leiding van boven. Daarna durven luisteren vanuit zuiverheid. Dan trekken wij hierbij... De maan. En de maan is, zoals je hier ziet, als je de volle maan hebt, dat heeft een proces. Hè? We hebben een nieuwe maan, een afnemende maan, een volle maan. Maar de maan staat ook voor dromen die uitkomen. Die staat voor
Fantasie, die staat voor je intuïtie, voor je spirituele ontwikkeling. Dus dat is heel erg mooi over die maan. Dan hebben we hier de hond. De hond is de raadgever. Maar dat is ook je innerlijke raadgever. En dat heeft ervoor gezorgd, hè, voordat al die bekers overeind staan of binnenkort overeind zullen staan. De legging heeft betrekking in het nu of gaat binnenkort gebeuren of je zit er al in. Tweelingen. En dan gaan we hier kijken en dan zie je hier eigenlijk de aas, zware aas. Dus letterlijk de hand, dus de kracht, de controle die je zelf hebt. Zwaarden staan voor het mentale, voor het hoofd. Zoals bekers voor emoties staan. Het zwaard draagt de krans, de kroon met de laurierbladeren, hier met de druiven eigenlijk. Hè. Dit is ook de hoogste kaart, zeg maar, van de zwaarden of van de staven. En deze staat voor een beslissing nemen. En deze beslissing, daar ligt de sleutel op. De sleutel vanuit de Lennonman, die staat voor het spirituele, voor het inzicht. Dan komen we weer terug op die intuïtie, dat is die maan, en op die hoge priesteres tweelingen. Dus tweelingen, wat heel erg belangrijk is, is dat je je dieper meer mag gaan verdiepen in jouw hele spirituele, intuïtieve ontwikkeling. Durf je ook soms even in terug te trekken, durf je af te zonderen. Kom ik even op deze terug. Durf je ook nee te zeggen. Bedenk goed, hè? Maak beslissingen voor je eigen ontwikkeling, voor jouw eigen geluk, voor die emoties, voor al die emoties goed te krijgen, goed te houden. Durf nee te zeggen. Nee tegen de ander is ja tegen jezelf. En dat is komende periode heel belangrijk voor jouw tweelingen. Er zullen ook berichten aan gaan komen. En dat kun je hier zien. Oh, ik dacht hem goed te hebben. Dat is de dame op het paard. In deze is het de ruiter. En in dit dek is dat toevallig een dame. Ook weer een hartekaart. Het is de eerste kaart uit de Lennonman. En hier zie je bekers 7. Hier zie je 7 bekers overeind met de wolken eromheen. Maar hier zie je ook, hè, alleen de achterkant van deze persoon. Hier zie je eigenlijk dat er berichtgevingen komen die niet helemaal helder zijn. Daarom word je nu aangespoord om heel erg goed in jouw reinheid te komen. Die hoge priesteres, dat blauw. In jouw zuiverheid te komen, in jouw licht te komen. Licht overwint van donker. Licht is altijd intelligenter dan donker. Gebruik je intuïtie, train je intuïtie, vertrouw op je intuïtie. Waarom hamer ik daar zo op? Hier zie je alle bekers, zie je overeind staan. In alle bekers, ik zal hem dichterbij houden, zie je iets zitten. Hè? De overwinning, overvloed, ga zo maar door, de slang. In deze beker is nog niet zichtbaar wat daarin zit. Er is nog een geheim, er is nog onduidelijkheid. En daarom duw ik zo aan op die intuïtie. Luister naar jezelf. Dingen die niet zichtbaar zijn, in eerste instantie, kun je wel voelen. Daarom is het zo belangrijk dat je heel erg op je intuïtie durft te vertrouwen. Dat je daarop op bouwt en op vertrouwt. Dit is weer een spirituele kaart. Het staat ook voor de man, zeg maar. En de lelie, dit is eigenlijk de kaart van de lelie. Dit is van het Lennonman deck. En lelie staat ook voor de man. Lelie staat ook voor intuïtie, contact met boven. Maar vanuit deze positie, hè, op de 5e positie, dit is 1. Dit is 2, dit is 3, dit is 4. En deze kaart is 5e positie. Dit is het inzicht. Dus dit is het hoofd eigenlijk. Dit is de controle, dit is de basis, het lichaam. Dit is onder controle, maar ook de oorzaak van dit verhaal. Of oorzaak klinkt wat zwaarder, maar wel hoe is dit ontstaan? Deze kant is een soort van ook wat heeft er nog meer toe geleid. Dus dit, hier bouw je eigenlijk een hele legging en inzicht mee op. En dit is het inzicht over komende periode. Dus daar zit jij net in of daar kom jij binnenkort in, tweelingen. En dan zie je eigenlijk hier weer die lelie, die intuïtie en de wereld. En het is een
prachtige kaart vanuit dit dek de wereld. Want kijk eens wat er allemaal in die wereld zit. De gevleugelde leeuw, de duivel, dat klinkt heel zwaar, maar verleiding, hè? Alles van de wereld, de engel, de sphinx, dus wedergeboorte, overview van de roofvogel, die ook symboliseert, hè, de sphinx, ook vanuit de Indianen, die altijd het overview heeft, hè, dat heilige dier, dat goddelijke dier, die een helikopterview heeft. Wijsheid, want dat zie je hier ook liggen, hè? Wijsheid. Dus de slang, de transformatie. Dus eigenlijk krijg jij komende periode, tweelingen, inzicht op alles. En het draait allemaal op gevoel, op intuïtie. Dus durf echt nee te zeggen tegen anderen, zodat je ja kunt zeggen tegen jezelf. Veel beter die verbinding met jezelf kan hebben, kan transformeren, kan hechten, kan connecten, kan verbinden, kan resetten. Dat is echt allemaal transformatie, ontwikkeling, luister naar jezelf, leer jezelf kennen in die intuïtie die je komende periode enorm gaat helpen. Als jij continu ja zegt tegen anderen, ben je afgeleid en kun je niet die verbinding met jezelf herstellen. En dit zijn de kaarten hoe het verder gaat. Als je dit allemaal netjes doet of durft te doen op jouw manier, want ik heb jou natuurlijk niet te vertellen wat je moet doen of hoe je het moet doen. Het is inzicht wat ik meegeef, tweelingen, voor komende periode. En dan hebben we hier de tarotkaart, het laatste oordeel. En wat zo mooi is, hier zie je het alziend oog in de piramide, die haar licht schijnt op alles. Hè? En dan zie je de man en de vrouw en dan zie je het kind. En daar zie je het ontvangen, hè, van het nieuwe. En dan zie je het vuur en dan zie je het water. Water moet het vuur doven, maar zonder vuur zijn we niks. Hier zit ook net als op die wereld alles in. Dus het laatste oordeel. Kijk nog een keer naar alles. En dan mag je ja zeggen tegen de verbinding die op jou ligt te wachten. Ben jij al in een verbinding, ben jij al in een relatie, dan komt er een nieuwe fase aan in je relatie. Een nieuw hoofdstuk, letterlijk een nieuw hoofdstuk. Want dit is het boek van de geheimen, maar ook het boek van alle informatie. Soms sluit je boeken en soms gaan boeken open. Een boek geeft ook informatie. En doordat jij dit allemaal gedaan hebt en dat laatste oordeel brengt jou weer naar hoe jij het mag gaan zien. En dan kom ik op dat boek, op dat leren, op studeren. Durf te leren over alles. Durf op jezelf te gaan bouwen. En dan krijgen we de staven 9. Staven 9 is een overwinning. Een overwinning omdat jij volledig die connectie met jezelf hebt hersteld. Dat jij volledig en misschien niet eens vanuit een oordeel het laatste oordeel kan hebben. Maar het laatste oordeel voor jezelf. Zo van, zo steekt het dus in elkaar. Zo wil ik het zien. En zo ga ik ermee om. En het zal best wel, hè, hier, niet iedereen zal daar blij mee zijn. Hè, gewond. Maar het is maar een doekje, hè, voor het bloeden. Dat valt allemaal wel mee. Je hebt de controle, je hebt overwonnen. Want al jouw staven staan overeind. En je hebt een andere staaf in je hand. En die staaf betekent dat jij de controle hebt. Ondanks dat je gewond bent. Die wond die gaat wel over. En hier kunnen we officieel wel stellen. En dat is ook weer zo mooi met deze tarot. Je intuïtie heeft alles overwonnen. En hier, vanuit deze positie, weet jij dat jouw intuïtie klopt. En dan krijgen we de kaart van de toren. De toren heeft in de Lenormand een andere betekenis als de toren in de tarot. En de toren staat in deze voor officiële instanties. Maar het kan ook een stukje isolement zijn. Kan van alles betekenen. Maar als ik hier weer naar die verbinding ga, dat geheim wat er ligt. Maar dat staat ook voor documenten in combinatie met die toren. En dan worden er keuzes gemaakt. En dat is heel mooi. Hier zie je dat er keuzes gemaakt gaan worden. En dat jij voor keuzes komt te staan, tweelingen. En dit is eigenlijk de weg in de ouderwetse Lenormand. En hier zie je de deur naar het licht. En hier zie je weer de deur naar het donker. Jij bepaalt uiteindelijk, vanuit die hoge priesteres, kies jij voor dat donker
of kies jij voor dat licht? En daar kun jij alleen maar een keuze in maken als jij in zuiverheid durft te voelen en durft te vertrouwen op jouw intuïtie. En natuurlijk je gezonde verstand. Maar jouw intuïtie, jouw gevoel weet de waarheid. Waardoor jij alleen maar de juiste keuze kunt gaan maken. Trouwens, je kunt in principe geen foute keuzes maken. Want die keuzes maak je zodat jij soms nog even wat mag leren hoe iets dan wel moet. Maar je kan ieder moment van de dag weer een nieuwe keuze maken. En die keuze die jij gaat maken, die leidt naar geluk. Die leidt naar die zegenwagen. Bovenop die zegenwagen sta je. En het brengt jouw geluk. Dromen komen uit, wensen komen uit. Je bent volledig in je eigen route aan het lopen. Dus eigenlijk heb je de kompas van jouw eigen wagen, van jouw eigen rit, compleet. En dat leidt jou naar, en dan ga ik ook echt voelen, naar grotere hoogtes, naar dromen die uitkomen, die je wil gaan bereiken. Deze periode, tweeling, is heel erg belangrijk om volledig één te worden met jezelf. Als jij die eenheid met jezelf verder helemaal voor elkaar bokst, door nee te durven zeggen tegen dingen die jou niet dienen, nee te durven zeggen tegen dingen die energie kosten, jou eigenlijk naar beneden trekken of tegenhouden, waardoor jij niet die verbinding met jezelf volledig verhoogt en verstevigt. Dat zou zonde zijn, want jij gaat door die intuïtie opnieuw te leren vertrouwen en te resetten, ga jij hele grote stappen maken en het geluk lag jou toe.